video. Vandaag heb ik een review voor jullie weer klaarstaan. En dit keer een review van de Max & More Lipstick en Lip Liner. En dan zul je wellicht misschien denken, maar je zou er toch geen review over doen? Want dat heb ik inderdaad gezegd bij bepaalde reacties die daarom vroegen of ik een video review wilde doen over de producten. Heb ik gezegd dat ik dat niet deed, omdat ik al op mijn blog daar gewoon eigenlijk alles heb gereviewd. Maar nu dacht ik, omdat ik toch gewoon wat inspiratieloos ben op dit moment en zelf gewoon niet zo heel veel ideeën heb, dacht ik van waarom zou ik het eigenlijk niet in een video review doen voor diegenen die dat juist fijn vinden. En dan zal ik wel alleen deze lipsticks gaan reviewen, dus echt laten zien zeg maar. Hoe ze staan op de lippen en daarnaast wat ik ervan vind. Ook zal ik even kort en krachtig mijn mening geven over het Wenkbrauw palet en het Smoky Eyes palet. Ik ga deze echter niet aanbrengen. Ik kan wel swatches laten zien, maar omdat ik al make-up op heb, ga ik het er niet helemaal afhalen. Zo, ja, om jullie te laten zien hoe het echt op het oog eruit ziet, zeg maar. Dan wordt het gewoon veel te lang. En daarnaast vind ik het zelf ook niet zo leuk om van ieder product een review te maken. En dat mijn kanaal eigenlijk alleen maar uit reviews bestaat. Dus ik zal even deze wat uitvoeriger gaan laten zien. En over de andere producten kort mijn mening geven. Ik heb het Wenkbrauw Duo in de kleur Light. En ik heb dus het Smoky Eyes Palet. En daarnaast heb je, naast het Smoky Eyes Palet, heb je dus ook nog het Nude Palet. En dat is meer met allemaal lichtere, lichtbruinere kleuren. Een beetje nude kleuren, gewoon die niet al te veel opvallen. Maar de kwaliteit van die twee paletten is bijna hetzelfde. Ik begin met de lipsticks. En nu zul je denken misschien, maar er zijn er drie, klopt. Er zijn er inderdaad ook drie. Een nude lips heb je. Je hebt red lips en dark red lips. Ik heb de nude lips heb ik niet meer, omdat die bij mij is afgebroken. Die heb ik dus weggegooid. Ik had hem geswatcht. Daarna aangebracht op mijn lippen en toen brak die al af tijdens het aanbrengen van op mijn lippen. Ze brengen dus nogal stroef aan. Dat is één klein nadeel aan deze lipsticks. Nou vind ik echt dat de nude lips echt het allerstroefst aanbracht. De lipstick dan. De red lips en de dark red lips vielen wel mee. En vooral de dark red vind ik persoonlijk wel heel erg fijn. Die is wat romiger. Maar ondanks dat het geen matte lipsticks zijn, brengen ze toch wel een beetje wat stroever aan. Niet zo stroef als matte lipsticks, maar wel een stuk stroever als een gewone lipstick. Dat is een klein minpuntje eraan. Er zit een lip liner bij, die is ongeveer zo groot als de lipstick. Die heb ik ook niet meer, want persoonlijk vind ik die lip liners gewoon niet echt prettig werken. Ze zijn heel klein. Daarnaast, het is wel oké. Het product zelf is echt wel oké hoor, wat erbij zit, maar... Ik gebruik gewoon eigenlijk altijd en alleen maar de lip liners van Essence. Dus die vind ik gewoon persoonlijk zelf heel erg fijn. De lip liners van Max & More zijn gewoon net nog iets droger. En trekken daardoor net iets meer nog in de lijntjes. En een lip liner doet dat al heel erg. Maar goed, het is ook maar net wat jij zelf fijn vindt. Zelf breng ik ook bijna nooit een lip liner aan onder een lipstick. Ook eigenlijk niet onder rode lipstick. Breng ik zelden een lip liner aan. Alleen als de lipstick echt heel erg uit gaat lopen. Dus echt heel erg gaat bloeden. Zoals je dat ook wel echt noemt. Ik heb even iets anders aangetrokken en even de ventilator aangezet. Want sorry jongens, het is echt zo warm hier. Het is echt super, super, super benauwd. En het heeft in het hele land geregend. Behalve hier. En het is echt niet normaal warm. Dus ik heb even de ventilator aangezet. Ik hoop dat jullie er niet al te veel last van hebben. En even iets anders aangedaan. Anyway, verder naar de review. Ik zal deze twee lipsticks even gaan aanbrengen. De nude lips kan ik dus niet meer aanbrengen. Maar de nude lips, dus de nude lipstick heb ik het dan over. Die is echt heel slecht gepigmenteerd. Houd je van hele subtiele kleuren. Iets wat je bijna niet ziet zitten op de lippen. Wanneer je bijvoorbeeld wat jonger bent, kan ik me dat voorstellen. Dat je gewoon niet gelijk van die felle kleuren houdt. Dan is die wellicht wel iets voor jou. Dan vind je hem wellicht wel gewoon mooi. Maar ben je iemand die gewoon van goed gepigmenteerde lipsticks houdt. Van een goede dekking. Van een gewoon mooie volle kleur op de lippen, dan zou ik hem echt niet aanraden. Dan valt hij echt heel erg tegen. De rode lipsticks daarentegen vind ik dus een stuk beter. Ik zal eerst de rode kleur aanbrengen, dus de red lips. Ja, die breng ik dus gewoon zonder lip liner aan, omdat ik dat normaal ook gewoon zou doen. De red lips is een rode kleur, met daarnaast een beetje een oranje ondertoon. En het is echt gewoon een klassiek rode kleur, een beetje felrode kleur. De dekking is wel oké, hij is redelijk goed gepigmenteerd. Maar het is niet echt een hele volle kleur, zeg maar. Dus het is niet een hele intense kleur. Dit is de kleur op de lippen.
Zoals ik al zei, hij is niet mega intens. Het is een rode kleur. Een beetje een oranje ondertoon. Maar ja, de dekking is wel oké. Okay. Het is wel voldoende. Het is niet dat je echt gaten ziet of zo. Dat het niet mooi die vlekkerig is of zo. Dat valt wel mee. Maar ja, persoonlijk vind ik dat de dekking gewoon wel iets beter had gekund. En met name de pigment. Dan nu de dark red lips. En je ziet dat hij best wel donker is. Maar op de lippen valt hij echt totaal niet zo donker uit. Hij is echt een stuk lichter. Hij is meer framboos rood roze. Ik vind het niet echt een donkerrode kleur. Maar wel een hele mooie kleur daarentegen. Sorry voor de worst application ever. Hij zit er echt crap op. I know. Ik krijg hem er gewoon... Ja, soms heb je van die dagen dan wil het gewoon echt niet lukken. En momenteel heb ik zo'n dag. Ik heb het altijd met warme dagen. Dat dingen gewoon niet lukken. Maar goed, de kleur vind ik gewoon op zich echt wel het mooiste van alle drie de kleuren. Dus van de nude, red en dark red. Het is echt geen donkerrode kleur. Het is gewoon meer een frambozenroze kleur. En de dekking vind ik ook gewoon echt het beste van de drie. Deze dekking is gewoon echt wat voller, wat intenser. Er zit gewoon meer pigment in. Dat merk je gewoon. Ik vind de kleur gewoon op zich gewoon hartstikke mooi. En ben je echt een beetje van de felle kleuren, dan zal je deze wellicht ook het mooist vinden. Maar ben je meer van de subtiele kleuren, dan vind je bijvoorbeeld zo'n nude lips gewoon het mooist. Voor 89 cent vind ik het eigenlijk wel prima. Daarnaast vind ik ook nog gewoon dat de houdbaarheid van de lipsticks best wel goed is. Met name van de red lips en de dark red lips. Die blijven zeker wel 3 tot 4 uur op de lippen zitten. Als je gewoon niks doet of gewoon een beetje drinkt, gewoon een kleine snack eet. Dan blijft hij er eigenlijk wel redelijk goed zitten. Ga je nou een grote maaltijd eten, dan slijt hij wat sneller en dan zal hij er ook wel af zijn daarna. Daarnaast is het ook zo dat hij gewoon heel mooi en geleidelijk vervaagt. Dus niet dat je zo'n rand krijgt of wat dan ook. Maar hij slijt gewoon heel mooi eigenlijk. Dus daar ben ik zeker wel tevreden over. Bij de nude lips die slijt gewoon wat sneller. Omdat de pigmentatie gewoon heel erg slecht is. Of dat slecht is, die is gewoon heel minimaal. Dus je ziet er al niet veel van op de lippen. En die is er ook gewoon sneller af daardoor. Maar zeker voor 89 cent vind ik het echt wel de moeite waard. Door naar het wenkbrauwkitje. En die zal ik dus ook even snel gaan reviewen. Ik heb de kleur light genomen. Ik heb een beetje gekeken van er zijn verschillende kleuren. Je hebt light, medium, dark en auburn. En auburn is dus zeg maar auburn. Ik weet niet precies wat het is. Auburn. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. In ieder geval die is voor meer roodharige. Vind ik wel leuk dat Maximoor daar ook aan heeft gedacht. En daarnaast heb je dus light, medium en dark. Maar light vind ik al best wel donker. Want de donkerste kleur van light is dus al best wel donker. Die heb ik nu ook op. Die is echt wel voor brunettes bedoeld. Misschien ook als je donker blond haar hebt dat je hem zou kunnen proberen. Wat ik ook wel fijn eraan vind is dat hij wel vrij assig is, zeg maar. Dus hij heeft niet echt een oranje ondertoon. Hij heeft meer een grijzige ondertoon. Dus dat is heel erg fijn dat Maximoor daar ook aan heeft gedacht. De lichtste kleur hiervan, die zie je gewoon echt niet terug. Ik had hem geswatcht en ik moest hem gewoon echt zoeken, want je ziet hem bijna niet terug. Voor wie die lichtste kleur dan bedoeld is, ik heb werkelijk geen idee. Want ik ken niemand die zulke lichte haren heeft, dat je ze daarmee zou kunnen inkleuren. Misschien iemand die echt spierwitte blonde haren heeft, dat je ze dan ermee zou kunnen inkleuren. Maar dan nog denk ik dat het vrij onnatuurlijk oogt. De kleuren vind ik vrij donker op zich. Je moet echt even kijken van wat voor kleur haar heb je en wat past daar dus het beste bij. Ik vind deze kleur, die kun je ongeveer vergelijken met, met de lichtste kleur van het Catrice wenkbrauwkitje. Daarnaast ben ik gewoon echt heel erg te spreken over de poeder. Hij blijft goed zitten. Hij brengt ook heel erg prettig aan. Hij is vrij poederig, zeg maar. Dus je ziet ook als je met je kwastje er doorheen gaat, dat er wel wat poeder ontstaat. Maar dat is helemaal niet terug te merken op de wenkbrauw. Dus dat is zeker fijn. Ik kan er niks over zeggen. Ik ben er gewoon heel erg enthousiast over en over te spreken. Maar anderzijds, ik weet dus niet als je blondine bent of deze kleur dan ook wel licht genoeg voor jou zou zijn. Door naar de Smoky Eyes palette. En dit palet is gewoon heel erg, vind ik op zich wel heel erg mooi. Er zitten mooie tinten in. Leuk dat het ook zo divers is. Er zit één matte kleur in. Dat is de bruine kleur. Die is wat mat. En de rest is eigenlijk allemaal shimmery. Nou, de kleurpigmentatie, daar zit het ook wel goed mee. De lichtere kleuren vallen een beetje tegen. Alhoewel de witte kleur wel weer heel erg goed is. En dit zijn ook weer echt kleuren die als je ze nat aanbrengt nog gepigmenteerder zijn. Nog meer, nog intenser zijn. Dus je kunt zien, dit zijn de kleuren. Ja, zoals ik al zei, met de pigmentatie zit het wel goed.
zijn gewoon goed gepigmenteerd. Alleen de lichtere kleuren vallen wat weg. Breng je die nou nat aan, dan zullen ze beter te zien zijn. Maar ik vind het wel heel erg jammer, want die twee lichtbruine kleuren zijn juist de kleuren die ik graag gebruik uit het palet. Ik gebruik ze graag met de matte donkerbruine kleur. En dan vind ik het gewoon heel erg mooi voor een look. Maar ja, die lichtere kleuren zijn gewoon niet mega gepigmenteerd. Dus dat is een beetje jammer eraan. Voor 89 cent heb je hier ook gewoon weer een heel mooi palet aan. Ik vind het leuk ook dat ze er een matte kleur in hebben gedaan. En ja, een smoky ooglook zul je hier ook zeker wel mee kunnen maken. Maar goed, als enige kanttekening heb ik dus dat deze twee lichtere kleuren gewoon niet heel erg gepigmenteerd zijn. En ja, dat is het enige wat ik jammer vind. Dat waren dus mijn reviews van de nieuwe producten van Max & More. Ik ben over het algemeen wel te spreken over de nieuwe producten van Max & More. Lipstick setjes zijn trouwens 79 cent. Ik zit nou ineens te denken. Nee. Dat komt omdat de Wet n Wild producten allemaal 89 cent waren. Gewoon voor de prijs van Max & More kun je eigenlijk niet klagen. Je kunt er gewoon niet super veel van verwachten. Sowieso, wat je er al voor krijgt, dan denk ik al van ja, dat is gewoon al best wel goed. En tuurlijk, het zal niet perfect zijn, maar dat kun je ook gewoon niet verwachten voor die prijs. Dus ja, dat was mijn review weer voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En zondag komt er een Back to School video nog online. Die zou ik eigenlijk voor volgende week hebben ingepland. Maar toen dacht ik, volgende week beginnen alweer de scholen. Dus dat is niet handig. Ik plan hem in voor zondag. En daarin laat ik je zien hoe ik mijn haar, make-up en kleding doe. Dus ja, dat is gewoon ter inspiratie. Hoef je niet veel voor te bereiden, ook voor school als je dat gaat doen. Dus ik dacht, dat kan nog eventueel wel op het laatste moment. Dat gezegd te hebben, wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!